hij stapt? Of gaan we dan nog naar die andere man kijken? Is het dan toch Stefan Dorgen er nog tussen? Stefan Dorgen schuift door naar de 2. Van Vliet Garcia naar de 3. Vooraan is het Ralf van den Broek voor de halve finale. En als laatste de medeman van Zoetermeer. En dat is Matthijs Stappen. De laatste checkout aan de categorie voor 12 jaar. De laatste kwartfinale met aan de leiding Mr. Brian van Eenwijk van Amersfoort. Hij zit er goed bij. Maar ook Ronan Hermans, de deurtrappers. Op plaats nummer 2. En op de derde plaats zit de man in het geel. Voor de Bini Zuid ter Baren. Het is Björn van der Pol. Hij zit er ook goed bij. En wie van dan op de vierde plaats is even spieken, even kijken. En dat zou dan Leon Doorn wel eens kunnen zijn. Luc Piepers. Ja, het is Luc Piepers. Luc Piepers schuift zelfs door van 4 naar 3 nu. Dat oorde gaat het mis met de man uit Baren. De man uit Baren grijpt van de pedaaltjes af. Björn van der Pol. Voor die staan mee kostbare plaatjes. En dan hebben we momenteel op de vierde plaats. De man nummer 163. Dat is Milan Takens van de Flying Birds. En hij gaat dan mee naar de finale. Althans, als het allemaal zo blijft zoals het nu gaat. Hè. In ieder geval gaat Van Eewijk mee. Ronan Hermans, de deurtrappers. En dan die andere man in het geel van Leon Doorn. Luc Piepers gaat mee. En inderdaad hoor, de man van de Flying Birds, Milan Takens.